Goedemiddag, van harte welkom allemaal bij deze eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Meis op zondag vanuit de Orangerie bij Café Onkel Jan. Vandaag heb ik aan tafel Hille van der Kaar, de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van de regionale krant PN De Stem. En Victor Kammeijer, wiens tweede kinderboek ruim een maand geleden is uitgekomen. En zoals gewoonlijk hebben we live muziek, deze keer van Jan de Bruin, gitarist en zanger, en Peter Dictus, zanger, in de wijde omtrek van Zundert en omstreken, wereldberoemd. Goedemiddag. Hi. Welkom in dit programma. Hille, de eerste vrouwelijke hoofdredacteur, je bent 37 jaar nu, ja. In een mannenbolwerk. Hoe is dat? Nou ja, ik denk zoals voor ieder ander, ook als die man zou zijn of misschien iets ouder. Of, ik moet zeggen, het is niet echt een mannenbolwerk hoor. Ik ben bij BN De Stem terechtgekomen en BN De Stem is van de persgroep. En als ik bijvoorbeeld bij ons op de redactie kijk, dan is de man-vrouw verhouding, het is net niet 50-50. Maar het scheelt ook niet heel veel. Dus ik zit juist met heel veel vrouwen. En ook als ik naar de pers op kijk, zitten er veel vrouwen. Maar er waren toch veel meer mannen? Want toen jij daar kwam, ruim een jaar geleden, toen die grote operatie plaatsgevonden, dat al die oudere mannen vervroegd met pensioen werden gestuurd. Het was voor velen een keuze hoor, dus ze werden niet gestuurd. Nou, vriendelijk gestuurd. Met een goede regeling. Ze kregen een aanbod. En daar zaten wel wat mannen bij. Ja, daar zeg je me wat. Was het daarvoor misschien veel meer mannen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb alleen altijd maar met de mannen van de stem te maken gehad. Maar dat kan ook aan mij liggen natuurlijk. Nou, maar het lijkt me zo dat vooral in de journalistiek, dan komt daar zo'n jonge, frisse vrouw aan. Waarom wilden ze jou hebben? Nou, ik mag hopen dat het niet was omdat ik vrouw ben. Wat ik later terug heb gehoord, je komt in een hele sollicitatieprocedure. En wat ik later terug heb gehoord, wat ze bij mij heel belangrijk vonden, was echt mijn pure liefde voor de regionale journalistiek, die echt vanuit mijn tenen komt. Dus maar waar komt die vandaan? Ik kom uit, je zou kunnen zeggen, ik kom uit een krantenfamilie. Ik ben echt, ik kom uit Riel. Daar ben ik opgegroeid, dus Alphen en Riel. Daar kregen wij het Brabants Dagblad. Ik heb echt letterlijk leren lezen met het Brabants Dagblad. Ik zei ook al op de lagere school dat ik later schrijver wilde worden of eigenlijk bij het Brabants Dagblad wilde werken of wat dan ook. En mijn vader had ook een lokale krant, dus daar ben ik echt mee opgegroeid. Dus daar heb ik ook vroeger, eigenlijk vanaf mijn 14e, 15e voor geschreven, maar ook advertenties verkocht, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Dus dat is eigenlijk altijd wel mijn wereldje geweest en ik heb dat altijd prachtig gevonden. Maar je bent toch niet journalistiek gaan studeren? Jawel, ik heb communicatie en informatiewetenschap gestudeerd als kopstudie, maar ik heb daarnaast deeltijd journalistiek gedaan. Ja, je hebt nog verschillende dingen gedaan, nog een MBA gehaald op Nijenrode. En, nou, jij bent eigenlijk was wetenschapper, docent. Ja. Wat heb je nog allemaal meer gedaan? Journalist en er was nog iets, maar dat weet ik nou even niet. Ik heb altijd in de media gewerkt, maar binnen de media heb ik de verschillende dingen wel gedaan. Ik heb ook in de marketing gezeten, de uitgeverskant heb ik ook gedaan. Maar de journalistieke kant, de kant waar de verhalen worden gemaakt, dat is toch wel het mooiste van allemaal. Wat natuurlijk heel interessant is, want je bent, je gaf ook nog les, docent. En waar deed je dat op Fontys? Ja, Fonds Hogescholen en Tilburg University. En wat gaf je daar? Vakken in de richting van journalistiek, maar dan wel een beetje de vreemde vakken binnen de journalistiek. Want ik gaf bijvoorbeeld vakken als, het heet transmediaal verhalen vertellen. Dus hoe vertel je een verhaal over verschillende platformen, dus niet alleen voor print, maar tegelijkertijd ook voor online. Leg dat eens een beetje uit. Technische verhalen. Ja, ik gaf twee soorten vakken. Technische vakken. En bij technische vakken ging het er bijvoorbeeld om
hoe je met hulp van allerlei computertechnieken informatie kunt verzamelen. Hoe je bijvoorbeeld met behulp van algoritmes, computeralgoritmes, van verschillende webpagina's tegelijkertijd informatie binnen kan halen en hoe je daar dan uiteindelijk een journalistiek verhaal van kan maken. Dus als je kijkt naar de traditionele journalist, dan maakt hij gebruik van mensen, of nou ja, daar maakt hij geen gebruik van, maar wel als bron. Dus een traditionele journalist belt met mensen en spreekt met mensen. Mijn vakken gingen er dan over wat je daarnaast nog kon doen. Dus hoe je het hele internet af kon snijden. Dat is die data-journalistiek, ja, dat je data gaat verzamelen. Ja. Daar gaan we straks nog even op door. Je bent geen docent meer. Nee. Maar je bent wel aan het promoveren. Ja. En dat vond ik een ontzettend interessant onderwerp. Waar ben jij mee bezig? Nou, mijn grote onderwerp is de invloed van technologie op het vertellen van verhalen. Dus ik doe verschillende deelonderzoeken. Ik ben aan het promoveren op papers, zoals dat zo mooi heet. Dus sommigen maken één groot boek. Ik doe verschillende deelonderzoeken. Het komt ook wel goed uit. Nu mijn nieuwe baan, of nou inmiddels niet meer zo nieuw, er doorheen kwam. Want ik dacht, nou ja, dan ga ik gewoon vrolijk door met mijn promotietraject. Maar dat gaat echt wel iets langzamer. Dat gaat wel gebeuren, hè? Jazeker, nee, het is niet afgezegd. Maar ik moet zeggen, de hoofdredacteur zijn van BN Stem is best wel meer dan een fulltime job. Dus waar ik eerst recht zo die gaten vrij snel ging met mijn promotietraject, merk ik wel. Dat het, ik kan er nu niet de tijd in steken die ik er anderhalf jaar geleden in kon steken. Maar is dat ook niet de reden dat ze... waar jij ook mee bezig bent, en daar had ik nog nooit van gehoord, met robotjournalistiek. Ja. En daar kan ik mij helemaal niets bij voorstellen. Ach, ja. Heb jij het gevoel dat de regionale... Want de regionale kranten, dan denk ik, ja, ze krijgen steeds minder abonnees. Mm-hmm. En ze krijgen onvoldoende inkomsten uit advertenties. Mm-hmm. Zie jij nog een toekomst voor die, mm-hmm. voor die regionale krant? En is dat de reden waarom ze jou binnen hebben gehaald als hoofdredacteur? Ja, dat was wel zeker de eerste vraag die ik kreeg toen ik op de redactie kwam. Van, ben je hier nou gekomen om ons allemaal te vangen door robots? Nou, dat is zeker niet. Nee, ik ben niet specifiek bij BN De Stem binnengehaald op dat onderwerp. Ik zie zeker wel de toegevoegde waarde van iets als robotjournalistiek voor de regionale journalistiek. Want, ik wil toch nog even terugkomen, daarom ben ik niet binnengehaald. Maar hoe zit het bij de regionale kranten met hun online, met hun websites bijvoorbeeld? Zijn ze up-to-date of zeg jij, daar is nog een wereld te winnen? Wat betreft... Nou ja, ik, sowieso, er is altijd nog een wereld te winnen. Ook bij alles, maar zo sta ik over het algemeen wel in het leven. Wat je ziet bij BN De Stem, digitaal groeit supersnel. Als je naar onze website kijkt, qua bereik groeien wij iedere maand. Het is een beetje kip-ei verhaal, want aan de ene kant is het omdat wij er zelf als redactie veel meer liefde en energie in steken. Aan de andere kant merk je ook gewoon dat het steeds meer en meer het mediagedrag is van onze lezers. Dus dat groeit. Bij ons groeit op de redactie groeit het echt in letterlijke zin. Als in er gaan steeds meer mensen voor onze sites en voor onze apps en ook voor onze digitale krant. Want het zijn meer producten werken. Maar aan de andere kant zie je ook dat die vraag daar naartoe ook veel groter wordt. Mensen verwachten. Wij hebben de filosofie. Wij willen ons nieuws brengen op de platformen waar mensen zijn. Dus als mensen hun mobiel gebruiken om nieuws te krijgen, ja, dan moeten wij zorgen dat we daar zijn. Maar dat levert weinig op. Want jullie hebben toch, toen jullie eigenaar is de persgroep dus, uh-huh. Daarvoor was dat Wegener. Uh-huh. Maar toen zijn er dus een hele hoop mensen uitgegaan. Uh-huh. En nu werk je met, hoeveel vaste mensen heb je nog in dienst? We hebben nu 76 FTE. Dus het zijn meer mensen in... Wij zeiden vroeger gewoon zoveel uur. Ja, nee, we hebben zo'n 82 vaste mensen in dienst.
Dus echt, en we hebben zo'n 250 freelancers. ZZP'ers zijn dat. Ja, ZZP'ers, en dat varieert van een ZZP'er die iedere zondag een bepaalde sportclub volgt, tot en met mensen bij ons op de eindredactie die 2-3 avonden bij ons meewerken. En die zo waanzinnig slecht betaald worden. 13. Nou ja, ik spreek dus een freelance journalist. Ja. En 13 cent per woord. Niet allemaal hoor. Niet allemaal. Nee, maar goed, je kunt er niet van leven. Nou, er zijn er wel zeer heel goed die ervan kunnen leven. Nou, ik zie de rekeningen iedere maand. Ik keur ze goed. Dus ik. Je wou zeggen, vanuit vaste dienst kun je eigenlijk beter ZZP'er gaan sommigen, worden. Sommigen wel. Ja, het ligt er heel erg aan. Kijk, iemand die voor onze sportclub volgt op zondag, die kan er niet van leven. Maar dat is ook niet zijn doel. Dat is een correspondent die het leuk vindt. Die dat soms al wel 20 jaar doet. Hè? Maar er zijn ook bij ons mensen die er wel van moeten leven. Nou ja, als je bij ons de eindredacteur bent en je draait gewoon diensten. Ja, als je vaste dienst bent, zal het salaris nog wel in orde zijn. Maar ik las allerlei horrorverhalen van ZZP'ers die, en dat ook voor de foto's veel minder betaald wordt. En dat ze er soms prijs voor de fotograaf verdienen meer dan 1,5 jaar geleden bij ons. Nou, ik zal ze het vertellen, dat de hoofdredacteur mij dat zelf verteld heeft, omdat ze niet zo mogen zeuren. Nou nee, kijk, dat zal ik nooit zeggen. Kijk, de journalistiek is op dit moment, je verdient niet zoveel als journalist, als een voor zichzelf werkende advocaat. Nee. De tijd dat de journalistiek, in die orde van grote salarissen uitkeerde, de dokter, advocaat, journalist, ja, dat is niet meer zo. Dat is niet meer zo. Maar dat is al lang niet meer zo. Hille, waar ik het met je over wilde hebben. Die persgroep heeft een aantal regionale bladen die eigenlijk nu bij elkaar horen. Want de grote stukken van het AD bijvoorbeeld, die lees ik nu ook in B en de Stem. Hebben jullie de taken anders verdeeld? Dat jullie bijvoorbeeld aan externe journalisten. Hoe werkt dat? De regionale kranten die ook bij Wegener bij elkaar zaten. Dus hier in de buurt is dat links van ons PZC, rechts van ons Brabants Dagblad. Maar dat gaat tot en met de Twentse krant Toebantia. Wij werken al jaren samen, al meer dan 20 jaar. Wat wij doen is, wij zijn als regionaal krant, maken wij het regionale gedeelte voor onze krant. Als je het heel makkelijk zegt, bij BN De Stem is dat het tweede katern en de eerste 3 pagina's. En het nationale gedeelte doen wij al heel lang samen. En voor de komst van de persgroep, dus toen wij nog onderdeel waren van Wegener, was dat de redactie die bij in Nijmegen zat, bij de Gelderlander. Sinds de persgroep is dat de club die nu ook zit bij het AD. Dus dat heet bij ons, BN De Stem, heet dat Centraal. En dat is een club mensen die dus voor onze nationale nieuws zorgt. Dus wat gebeurt er in Den Haag, maar ook de orkaan die de afgelopen dagen heeft geraasd. Dat soort verhalen krijgen wij dus van onze centrale redactie, of kunnen wij daarvan afnemen. En wij zijn dan zelf verantwoordelijk voor de regionale inkleuring. Maar wat wij dus verder doen is op het moment, wij werken met z'n allen samen. Met z'n allen zijn wij ongeveer met 900 journalisten in vaste dienst. Wij wisselen ook verhalen uit. Dus stel je voor dat hier in Breda iets gebeurt met landelijk aanzien, of wat landelijk relevant zou zijn, dan delen wij dat dus ook met de andere regionale kranten. Geef eens een voorbeeld. Toen hier een autobom was ontploft. En de eigenaar van de auto erg wel overleefd, maar niet heel goed vanaf kwam. Toen is dat de onderwerp is opgepikt door een journalist van BN De Stem. Maar uiteindelijk al zijn verhalen zijn niet alleen bij BN De Stem verschenen, maar bij alle regionale kranten en ook bij het AD. Ja. Wat vind jij nu in de komende jaren dat je dus hier bent? Wat moet je dan, wat ga je echt veranderen op digitaal gebied? Want online first, hè? Dat is toch waar jullie je op moeten gaan richten. Dat betekent toch dat je meer gaat automatiseren.
Ja, bij ons, als je gewoon kijkt, wat is de verschuiving naar digitaal is absoluut ons ja, naast dat wij heel veel journalistieke voorwaarden en ambities hebben, maar als je gewoon kijkt bedrijfsmatig, wat er nu aan de hand is, is het de verschuiving naar digitaal. En dat heeft een aantal aspecten. Het is de verschuiving van een digitaal abonnement, wat wij bijvoorbeeld zien. Wij krijgen steeds meer lezers die onze traditionele krant op een iPad lezen. Die abonnementen zie je echt extreem stijgen. Wij moeten dus zorgen dat wij op al die digitale platformen zijn waar onze lezers zijn. Dus wij investeren op dit moment veel in aanwezig zijn op Facebook, op Instagram. Wij kijken, moeten wij op Snapchat zitten als daar veel van onze doelgroep zitten of niet. En dan proberen we wat. En als het goed aanslaat, dan houden we het zo. En als het niet goed aanslaat, dan stoppen we ermee. Sowieso wat we nu zien is als je naar onze site kijkt, zitten we in een verschuiving van dat we eigenlijk heel veel inhoud, die stukken die voor de krant geschreven werden, dat we die online zetten. Nou, dan merk je dat de stukken die voor de krant geschreven worden, ja, dat zijn niet de stukken die online zijn wegvinden. Dus we zijn daar online heel erg aan het kijken, wat willen onze lezers daar hebben? Wat voor type verhalen? Moeten we die anders brengen? Moeten we daar misschien andere onderwerpen pakken? En daar groeien we. En qua automatiseren, het is geen doel aan zich om stukken te gaan automatiseren. Waar wij aan de achterkant wel heel erg mee bezig zijn, wat onze lezer niet zo ziet. Maar is bijvoorbeeld het automatiseren van onze redactiesystemen. Dat het makkelijker wordt om een stukje wat we in het ene systeem zetten, dat het ook makkelijker in het andere systeem komt. Nou ja, wat ik las, dat jij een heel groot project hebt gedaan op Fontys, samen met Pleiter. Ja, zijn voornaam. En daar hebben jullie 7 ton hebben jullie voor dat project in de wacht weten te slepen. Ja. En dat gaat over die robotjournalistiek. Wat gaan we daarvan merken? Ja, dat is een project waarbij we kijken naar wat er mogelijk is. Dus wel voor het automatiseren van werkzaamheden van de journalist. Dus dat varieert van hoe kun je veel makkelijker informatie verzamelen. En een heel praktisch voorbeeld is dat bijvoorbeeld dat je als je een database hebt van de Kamer van Koophandel met de eigenaar van bedrijven. En je zet die database naast bijvoorbeeld een lijst van aanbestedingen van grote ziekenhuizen. En je kijkt automatisch naar zijn al die aanbestedingen netjes gegaan? En zijn er misschien aanbestedingen gedaan naar bedrijven waarvan de eigenaren ook misschien een link hebben met een raad van bestuur of raad van commissaris, weet je? Dat kun je allemaal met het oog doen en heel veel rapporten, maar je kunt ook zeggen van, nou, ik gebruik een computerprogramma om dat voor mij uit te zoeken. Maar er komt geen robot zoals ze in de zorg gaan gebruiken. Nee, het is geen fysieke naast de journalist, robot. Nee, die dan met zijn elektrische vingertjes zo zit te tikken. Nee, dat zie ik nog niet zo goed. Alhoewel dat er wel heel grappig uitziet. Maar dat is niet Nee, want stiekem, die eerste vraag aan jou was, worden wij nu geautomatiseerd? Maar ik denk dat misschien dat toch wel een hele serieuze vraag is, want ligt, vooral bij de oudere journalisten, ligt hun hart daar wel bij die nieuwe media? En is dat toch niet de reden dat ze dachten, we moeten Hille hebben, want die is daar zo mee bezig? En jij weet daar natuurlijk veel meer van dan zij. Dus ik merk over het algemeen journalisten, als je technieken hebt die hen het leven makkelijker maakt, of het journalistieke werk makkelijker maakt, dan vinden journalisten het over het algemeen best wel interessant. Met ons onderzoek doen we bijvoorbeeld ook onderzoek naar chatbots. Ja. Chatbots, dus dat moet je voorstellen, als wij nu bijvoorbeeld het kunstgrasvelden. Wij wilden goed achterhalen, wat gebeurt er nu met alle kunstgrasvelden? Wie overweegt misschien om de korrels helemaal weg te halen? Wie overweegt om de wedstrijden niet door te laten gaan? Nou, wat er dan gebeurt, dan gaan we met 4 man bellen op de redactie. Dat is, dat doen wij en dat levert uiteindelijk goede resultaten op. Maar als je
wat verder ben met een chatbot, zou je ook kunnen zeggen, in plaats van dat ik dus zelf iedereen bel, stuur ik, en dat klinkt een beetje raar, maar als je het ziet, dan is dat, klinkt het niet zo eng als dat ik het nu zeg, dan kun je een chatbot op ze afsturen. Dus dan heb je een computerprogrammaatje, dat stuur je naar de gemeentevoorlichter, en de gemeentevoorlichter opent het en die zegt, hallo, ik ben de chatbot van BNSTEM, ik heb een aantal vragen, de gemeentewoordvoerder, dat kost maar een minuutje om het in te vullen, al die informatie te verzamelen. Nou ja, en zo kun je in een half uur tijd. Het gaat veel sneller, maar wordt het ook leuker? Uiteindelijk wordt het leuker. Want in plaats van dat je, met dit, gewoon dit praktische voorbeeld, in plaats van dat het vier journalisten bijna een hele dag kost om iedereen te bellen, zouden ze, en dan trek ik het een beetje verder, want zo makkelijk gaat het nog niet, maar zouden ze nu kunnen zeggen, oké, dan heb ik al die informatie in een half uurtje verzameld, en dan heb ik daarnaast nog 7 uur tijd om veel diepgravender te werk te gaan met deze informatie. Heb ik veel meer tijd om uiteindelijk de straat op te gaan, om het verhaal, gewoon de gevoelens van de mensen op het veld te bevragen. Ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt om even naar de muziek van Jan en Peter te luisteren. Maar ik, van tevoren wil ik jullie nog even iets vragen. Jan, hoe is het met je? Daarover valt hij me wel een beetje mee. Ja. Het gaat wat de muziek betreft. Nee, het gaat prima. Ja? Het mag ietsje drukker op live gebied en dat soort dingen. Maar de nieuwe cd is net uit. Mis je net. Ja, wanneer is jouw nieuwe cd uitgekomen? In mei. Eind mei in de mensen presentatie gedaan. Ja. Heet Bittersweet. Op iTunes en op Spotify. Ik heb allemaal. Ja, nou, ik moet straks dat maar eens even op papier hebben. Want ja. Dat wil ik heel graag horen. Maar het gaat goed. Het gaat prima. Ik schrijf, ben met de volgende weer bezig. Ik schrijf gedichtjes. Ik doe van alles. Ik ben de hele dag bezig. Nou, ik vind het ontzettend fijn dat je hier bent. En wel met Peter. Die, ja. Ja, ik moet het toch heel eerlijk zeggen. Ik heb hier heel veel muziek. Maar jullie staan. Jullie zijn toch wel mijn grote favorieten. Kijk, dus ik, ja. Daar doe ik het voor. Peter, wat ben jij op het ogenblik op muzikaal gebied gedaan? Na het project van Brel op zijn Brabants. Dat is alweer een tijdje geleden. Ja, dat is alweer 4 jaar geleden. Nou, nee, een paar jaar volgens mij. Oh. Maar op muzikaal gebied ligt het helaas wat stil. Ik kan niet alles tegelijk, dus ik... Naast mijn werk ben ik nu bezig met een voorstelling volgend jaar, juni, gaat hij spelen. Bij ons in het dorp in Zundert, daar heb je de harmonie, Nut en Vermaak. 175 jaar oud, is een van de oudste harmonieën van Nederland. En ik ben bezig met een voorstelling te maken waarin de harmonie zeg maar, het hoofdpersonage is. En tegelijkertijd ook metafoor voor de harmonie in de samenleving, want daarover gaat de voorstelling eigenlijk. Oh, de balans is zoek. Dus ze moeten de harmonie opnieuw uitvinden. En wanneer moet dat gaan plaatsvinden? Juni en juli volgend jaar, ja. 2017. En nou, jij hebt ook wel eens een cd gemaakt. Ja, is het daarbij gebleven? Ja, helaas wel. Ja. Ze zijn alle 500 op, dus het wordt tijd dat ik iets nieuws ga doen. Maar ja. Dat ontbreekt soms aan de tijd. Maar ik heb wel weer plannetjes om met Jan samen dingen te doen. Dus, ik vond het net al een feest. Wat gaan jullie nu voor ons zingen en spelen? Wij gaan eerst een liedje doen van Jan, van zijn nieuwe cd, She. Pick up the pieces and I'm heading home. It's not where the heart is, but I won't be alone. She will feel pity and fill me with joy and make me forget all that I'm longing for. She will open her arms and give me that smile. She knows just how to keep me there for a while. And I'll feel the comfort, she's got the lead. Over and over, we'll make life complete. Thank you.
won't make a promise. A promise is cheap, especially the ones that I know I can't keep. She'll cry a tear that I wipe from her face and tell her I'm through with my wandering days. Then I just hold her and conceal and tell her a story and keep it for real. Hey, I feel the comfort, she's got the lead. Over and over, we'll make life complete. Dankjewel, jongens. Victor, vorig jaar begonnen met de walnotenkraker. En nu net vlak voor de boekenweek de zandzuiger. Ja. Nou, vertel even waarom jij nou hier in Breda zit. Ja, dat is een goeie. Ja? Nou ja, je bent mijn oude juf. Hè? Nee, dus ik heb tot mijn 12e in Breda gewoond. Ik kom uit Prinsenbeek, daar ben ik geboren. Mijn ouders kwamen daar niet vandaan, maar die zijn daar gaan wonen. En ongeveer vanaf een jaar of 2, 3 zijn we naar Breda verhuisd. En daar heb ik eigenlijk mijn hele lage schooltijd heb ik daar gezeten. Ja, en ik ben inderdaad jouw oude juf, maar ik vond het zo ontzettend leuk dat je via Facebook, hè, ja, heb je contact met mij gezocht. Was dat echt omdat jij dacht, ik zou dat boek heel graag in Breda ook een beetje gebruiken, nou, zien? Dat is wat ver. Ik denk niet zo ver vooruit meestal. Maar wat ja, met dat. Nee. Ik zag op Facebook dat je heel actief bent zelf in Beter Onderwijs Nederland. Ja. En opeens zag ik wel een link. Dacht ik heb natuurlijk bij jou in de klas gezeten en we werden doodgegooid met de spellingsregels. Maar ik heb ze nog steeds niet allemaal paraat, hoor. Twee dekens en twee lakens, zeker. Die, nou, het woord, moet je even vertellen. Voor onmiddellijk. Woord. Ja. Nou ja, hij schrijft ook. Hij stuurt mij dus een briefje dat het een heel leuk boek is voor aan het strand. Maar ook heel ontspannend voor tussen de dekens en de lakens. En dat hele boek zit vol. Vol woordgrapjes. Ja. Nee, je was een cadeautje voor mij. 32 jaar niet gesproken en gezien. En dan opeens krijg je zo'n. Verzoek of ik eens naar het boek wil kijken en wat ik ervan vind en dat ik mag zeggen dat ik er helemaal niks aan vind. Ja. Nou ja, toen had je me natuurlijk helemaal, hè? Want toen heb ik contact gezocht. Voordat we over die zandzuiger gaan praten, wil ik. Want ja, ik dacht, wat is dat? Wat doet zo'n ding ook eigenlijk alweer? Kunnen we even naar een filmpje kijken van de zandzuiger? Victor, de zandzuiger. Het grappige is dat het eerste hoofdstuk speelt zich af op het plein van de Dirk van Veen, onze oude school. Ja en nee. Het is natuurlijk ontzettend gefictionaliseerd. Ja, maar ik heb natuurlijk wel dat in mijn gedachten gehad. Alleen wat er gebeurt kan feitelijk niet daar. Nee,
Maar die zandbak, die herinner... Ik kon mij daar toch... Want je hebt het over de lerarenkamer en de zandbak. En jongens waren daar inderdaad uit de buurt zo. Die opgeschoten jongens die vaak de ramen ingooiden. En waren heel veel mail, dat gebeurde, dat waren toen de tegenwoordige hangjongeren. En ik werd toch even mee in de tijd teruggenomen. Ja. Maar vertel nu even, waar gaat dit boek over? Het gaat over een jongen van een jaar of 10. Bruno, die gaat met zijn zus, iets oudere zus, en zijn grootmoeder gaan ze op reis. En ze gaan op reis naar Denemarken. En dat heeft een kleine achtergrond, is dat in het eerste boek, dus een boekje voor, dat heet De Walnotenkraker. En dat heb je vorig jaar geschreven? Ja. Toen heb je je debuut gemaakt. Precies. En daarin komt komen twee Deense broers in voor. En die wonen op een Deens eiland, of oorspronkelijk. En aan het einde van boek 1 nodigen ze hem uit. Kom de volgende zomer maar bij ons vakantie vieren. Dat is het eigenlijk. Maar in wezen doet het er niet toe. In wezen maken ze een reis. En dat is natuurlijk leuk. Want dat geeft nieuwe perspectieven. Maar hoe kom jij dan op zo'n zandzuiger? Want ik ja, geen idee. Het is dat ik het nu zag, dat ik opeens me er weer iets bij voor kon stellen. Hoe ontstaat zo'n idee dan? Dat klinkt heel snobistisch, maar dat mag als schrijver. Het boek schrijft zichzelf. Oftewel, ik heb geen idee van tevoren. Ik heb alleen maar een idee gehad. Ik dacht, we gaan naar Denemarken, naar een eiland. En ik wilde iets met een walvis doen. Ik zal niet alles verklappen natuurlijk. Maar dat is het enige wat ik eigenlijk wist. En vervolgens ben ik gaan schrijven. En dan ontstaat het gewoon. Dus die rit ontstaat naar Denemarken. En natuurlijk, ik onthoud allerlei dingen waar ik ooit zelf ben geweest. Die gebruik ik. En opeens heb ik... De zandzuiger is natuurlijk niet alleen het apparaat. Dat is natuurlijk ook een figuurlijke betekenis. Dat is in dat eerste hoofdstuk. Daar komt het al meteen naar voren. Want jij bent... ik zeg het. Ik zie toch dat er veel dingen van je eigen leven... Natuurlijk. ...in zitten. Ik denk dat dat bij iedere schrijver eigenlijk wel een beetje is. Want ik ga jou straks ook nog even... Hille heeft ook een kinderboek geschreven. En nog een ander boek, hè? Nathalie gaat het maken. En dan denk ik, het gaat... kijk, ze is op weg om het helemaal om te maken. Gaan maken ja. We zullen nog veel van Hille horen. Maar dat bij jou ook. Want ik herinner me nog dat toen jij bij ons op school zat... dat jouw vader overleed nadat hij in het bos aan het... Want Jochem was. Ja. Hoe oud was jij toen? Toen was ik 7, dus alweer een stuk jonger dan de jongen in het boek. Ja, jij zat in groep 4 of in nee, groep 5? Nee, het heeft de eerste klas toen, dus dan is het de derde groep. Groep 3. Ja. 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 Ik herinnerde, weet je, omdat ik dat dus meegemaakt heb. En dan schrijf jij eigenlijk toch ook in dat boek... ik denk dat dat wel een invloed heeft op je jeugd. Oh, onherroepelijk, natuurlijk. Ja, dat laat natuurlijk zijn sporen na. Het grappige is wat ik al zei, ik had geen idee waar dat boek over ging. Ik ging het gewoon schrijven, maar uiteindelijk komt dat gewoon vanzelf. Het komt terug, dat verhaal. Alleen het leuke is aan een kinderboek, en denk ook aan een volwassenboek, is dat je het kan fictionaliseren. Je kan er een eigen draai aan geven. En je kan er een heel verhaal omheen maken. Want laten we zeggen, alle gedachten van Bruno, die had ik helemaal niet als kind. Die kwamen helemaal niet bij mij toen. Dus die heb ik hem nu gegeven. En ik heb hem een eigen verhaal ervan laten maken. En op mijn eigen manier ernaar laten kijken. Maar natuurlijk... Jij schrijft dat het eigenlijk een boek is voor durvers en denkers. Ja. Nou, ik denk dat Bruno is een jongetje dat veel in zijn hoofd zit, denk ik. Ik weet niet of jij dat hebt ervaren, maar dat zo zie ik hem. Nou ja, jij zegt het is... Hij stelt zich van alles voor. En jij geeft zelfs als je een briefje aan mij schrijft... dan zeg je van, god, Jeanette, een leeswaarschuwing. Het is nogal plastisch. Ja. En dan bedoel je dus over dat je het over knetterende scheten hebt. Ja, maar dat vinden kinderen heel erg leuk. Ja. Nog steeds. Want dat gebeurt natuurlijk in iedere klas die je hebt... dat opeens iemand iets ontsnapt en dan liggen ze in een deuk. Ja,
En als ik topografie het over Calcutta had, nou, dan wist ik al meteen dat ik nog niet eens meteen mijn rug weer naar die klas moest doen, want dan stonden ze helemaal op tilt. Dus dat vind ik ook het grappige, dat je die ontluikende seksualiteit, ja, dat je het daar ook over hebt, zowel bij je grootmoeder... Allebei. Ja, dat vond ik mooi. Ja. Als bij je zusje. Hè, want jullie trekken heel veel samen op. Ja. Je hebt dit boek geschreven. Ik wil dat je graag straks even een stukje voorleest. Want ik weet niet of ik de plot moet vragen. Want die zandzuiger speelt een hele speciale rol in het verhaal. Dat klopt. Wil je heel in het kort daar iets over zeggen? Nou, ze zijn eigenlijk de hele vakantie op het strand aan het spelen. Eigenlijk in het zand. En op een gegeven moment krijgen ze een keer ruzie. En Bruno, de hoofdpersoon dus, die rent een eind langs de zee en ziet dan zo'n boot liggen. En hij denkt, wat een rare boot, want die heeft hij zelf ook nog nooit gezien. En die boot die, is daar bezig met wat we net op de film zagen. Er staan het rainbowen onder andere. En oftewel zand aan het verplaatsen om kustversterkingen te doen. Daarvoor is hij eigenlijk. Alleen later in het verhaal gaat Bruno hem voor iets anders gebruiken. Maar dat zal ik dan maar niet verklappen, denk ik. Nee, nou ja, dat vind ik een schitterend verhaal. En ik zou het... Nou, ik ben heel erg blij met dit boek, want het is niet zo'n braaf boek. Dus ik ben het op het ogenblik met mijn leerlingen gewoon... Ze krijgen het van mij cadeau en ik laat het ze... Ze lezen mij het hardop voor. Dus ik vind het een ontzettend leuk boek voor kinderen vanaf een jaar of 10. Ja. Nou, dankjewel. Wil je... Ja, en nou ja, wat ik toch bijzonder vind, waar ik het even met jou over wil hebben. Jij bent letterkunde gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam, eind jaren 90. Mm-hmm. Jij stuurt mij een oud rapport uit groep 6 mee, waarin jouw cijfer voor begrijpend lezen een 6,5 is en waarin ik schrijf, Victor... Zou je niet wat meer gaan lezen? Ja. Dan worden de zessen vanzelf zevens. He, dat stond er ook vaak. Maar dat was ook bij het volgende rapport. Had je het ook opgehaald? En dan denk ik, nou ja, ik hield heel erg van voorlezen. Want je moet, vind ik, als juf ook een beetje een verhalenverteller zijn. En dus ik dacht, god, wat leuk, is die ook nog letterkunde gaan studeren en bezig met de literatuur. En, want met dit schrijven, dat filmpje, wat ik dus heb ik van internet gehaald toen ik jou aan het googelen was, filmpjes bij de zandzuiger. Ja. En dat is dan... Als kinderen een spreekbeurt geven, kunnen ze zo'n filmpje laten zien. Hoe leuk is dat? Ja, is dat heel bewust geweest? Ja, dat is altijd een leuk extraatje. Je moet natuurlijk zichtbaar zijn online. En dus je moet eigenlijk van alles doen. En dus ik werk in een soort siteprogramma dat heel makkelijk is om even wat filmpjes op te zetten. Als een soort bonusmateriaal voor mensen die het lezen. Maar het leuke is, het leuke is er wel bij te vertellen, is dat ik inderdaad als kind helemaal niet zo van lezen hield. Sterker nog, ik had er een hekel aan. En mijn favoriete boek was de Atlas. Ze zijn nog geen... Pas bij de boeken van Guus Kuijer raakte ik wel geïnteresseerd. Maar het was niet dat ik de hele dag maar mijn neus in de boeken zat. Helemaal niet. En pas later eigenlijk, nou, toen ik ben in Nederland gaan studeren... Toen, in die tijd las ik heel veel... En toen, daarom heb ik ook besloten om Nederlands te gaan studeren. Maar uiteindelijk bleek dat ook weer niet de juiste keuze. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar als kind helemaal niet per se. Dus. Ja, maar het komt toch een beetje dat je ook... Want je bent een eigen lesprogramma aan het ontwikkelen over je eigen werk. Ja, dat is wel een heel groot woord, moet ik erkennen. Wat ik wel doe, ik vind het wel leuk om... dat is eigenlijk ook wat er ook in die boeken gebeurt. Ik vind het leuk om kinderen een beetje te laten nadenken. En vooral niet hun vanzelfsprekende gedachten... Of in ieder geval die een beetje op losse schroeven te zetten. Dat doet het boek ook eigenlijk. Hè? En ik vind het wel leuk om daar iets meer mee te gaan doen. Alleen, ja, dat is nog wel erg in de ontwikkelfase. Vooralsnog bezoek ik scholen.
En dan heb ik een lesprogramma waarin ik ze een soort van dicteetje geef. Waarin ze heel snel iets moeten opschrijven. Ze mogen heel veel spelfouten van mij maken, bijvoorbeeld. Nou, jij gaat... Ze mogen heel veel spelfouten van jou maken. Nou, dat moet kunnen. Als je maar wel weet uiteindelijk hoe het... Uiteindelijk, daarna moet je het nog een keer goed nemen. Kijk, jij weet nog steeds dat je onmiddellijk met twee dekens en twee lakens schrijft. Ja, dus die is dan niet blijven hangen. Ja. Jij gaat volgende week, en ik hoop dat ik... ik word nu zo nieuwsgierig hoe jij dat doet. Mag jij op onze oude school komen, hè? Op de Dirk van Veen. Ja. Wil jij nog een heel klein stukje van het eerste hoofdstuk voorlezen... wat zich eigenlijk dus op de Dirk van Veen afspeelt? In jouw gedachten? In mijn gedachten, ja. Even kijken. Het eerste hoofdstuk heet Zandman. Hoe oud ben jij dan? Vraagt de jongen met een dreigende blik. Het is vrijdagmiddag. De school is net uit en de zomervakantie is begonnen. Na schooltijd gaat Bruno vaak in zijn eentje nog wat voetballen op het plein. Ook nu. Als spelletje schopt hij zijn blauwe FC Barcelona bal steeds net naast het raam van de lerarenkamer. Eigenlijk zou je het wel eens een keer aan het biggelen willen schieten om te kijken hoe dat is. Maar dat durft hij nooit. Nadat hij zo'n 100 keer tegen de muur heeft geschoten, verzint Bruno een ander spelletje. Hij schopt de bal met een gemikt schot in de zandbak aan de andere kant van het plein en rent erachteraan. Daar begint hij de bal op de betonnen rand te wippen, zodat hij terugstuitert. En dan moet hij hem in één keer, zonder hem te stoppen, weer op de rand wippen. De bal mag het zand niet raken, want dan is Bruno af. Niet dat dat iets uitmaakt, want hij voetbalt toch gewoon verder. Terwijl Bruno zijn best doet om de bal telkens goed op de rand te plaatsen, is die jongen ongemerkt bij de zandbak komen staan. Hij heeft kort blond haar, dat aan twee kanten is weggeschoren, en hij draagt een grijs t-shirt waarop met witte letters "Hey, sucker!" staat. Bruno kent de jongen niet, maar weet wel dat hij op die ASO-school wat verderop in de straat zit. Ja, zo noemen ze dat nog. Ik heb het al nagevraagd. Okay. Ja. Maar je noemde jullie de kakkers. Ja. Zal ik moet ik doorgaan? Nou, een klein stukje. Klein stukje. Met even die bal. Ja, oké. Als de jongen en zijn klasgenoten langs Bruno's school lopen, steken ze, terwijl ze vuile kakkers roepen, altijd hun middelvinger op. Veel van Bruno's klasgenoten steken dan ook hun middelvinger op en dan roepen ze vuile aso's naar hen terug. Bruno doet daar nooit aan mee. Hij staat er meestal maar een beetje bij. Tien, zegt Bruno. Jij dan? 11, antwoordt de jongen, terwijl hij zijn wenkbrauwen iets optrekt. Goed, hè? Zegt hij dan, met een zachte G, waarna hij zijn mond een beetje open laat staan. Wat is er dan goed aan? Vraagt Bruno verbaasd. Je kunt er toch niks aan doen hoe oud je bent? Dat kan wel, zegt de jongen fel. Ja, wat nou, kakkeke, met dat balletje een beetje tegen de rand aan schoppen? Vind jij wel leuk, hè? Lekker in de zandbak spelen, kleuterke, zegt de jongen, terwijl hij vlak voor Bruno gaat staan. Bruno durft niks meer te zeggen. Zeker nu hij ziet dat de jongen bijna een kop groter is. Hij merkt dat zijn linkerbeen een beetje trilt en dat hij dat niet kan stoppen. Victor, ik ga straks na de muziek met jullie beiden verder. En ik wil heel graag weer, willen wij weer iets van Jan de Bruin en Peter Dictus horen. Zie ze zitten aan heel lange tafels in het fel witte licht. Haar gezicht geploegd als het land. Ze hebben de pillen en pien bij de hand. Kik de Louis, hij vraagt Jean. Die gaat op de Tour le jour. De Nergel speelt hard, een trage driekwart. En iedereen vliegt op de vloer. Zie hoe ze dansen, zie toch ze dansen de leven voorbij. Zie hoe zij zweeft, zie hoe hij leeft, zo jong, zo vrij. De Louis weet alles van Jean, van der heup en der knie. Van der vent die al zo lang zo slecht ligt, maar daarover hebben ze het niet.
Want kijk de Louis, hij vraagt Sjan. En zij houdt haar eigen stoer. De nergel speelt hard, een trage driekwart. En iedereen vliegt op de vloer. Zie hoe ze dansen. Zie toch ze dansen, de leven voorbij. Zie hoe zij zweeft, zie hoe hij leeft. Zo jong, zo vrij. Van de week is Louis niet gekomen. En zijn stoel blijft leeg. Hij ligt nou achter de toren waar hij zijn laatste rondje kreeg. Maar kijk, dat is de chef, hij vraagt Jan. En die staat voor een nieuwe tour. De nergel speelt hard, een trage driekwart. En iedereen vliegt op de vloer. Zie hoe ze dansen, zie toch ze dansen, de leven voorbij. Zie hoe zij zweeft, zie hoe hij leeft, zo jong, zo vrij. Zie hoe zij zweeft, zie hoe hij leeft. Dank jullie wel. Heerlijk. Wat mij intrigeerde, toen het jou uitnodigde, toen kreeg ik van jouw secretaresse een mailtje terug en daar stond in: u mag absoluut niet het over de persoon van Hille van der K hebben. En toen, ik dacht ze heeft opdracht gekregen van Hille. Maar ja, dan word ik heel erg nieuwsgierig natuurlijk. Ja, snap ik. Ik zal geen indiscrete vragen stellen, maar een aantal bundels die jij hebt geschreven voor Intermediair, die zijn, zoals ik begreep, waanzinnig populair geworden. Mm-hmm. En dat is gebundeld tot een boekje, hè? In 2008, Nathalie gaat het maken, gebaseerd op jouw eigen leven. En wat mij toen heel erg nieuwsgierig maakte. Ik zeg losjes gebaseerd. Ja, losjes gebaseerd. Nee, daarom zeg ik dat ook. Ja. Dat gaat over jaloerse stalkers en over prettige meneren. Mm-hmm. De overhemden, de prettige heren, de leuke of de interessante overhemdenman. Ja. En toen dacht ik, god, krijgen we nou iets gebaseerd op 50 tinten grijs? De overhemdenman. Maar vertel eens iets heel losjes over waar die columns over gingen. En waarom, want ik las het later ook nog in een interview, om Hille van der K te krijgen, zo makkelijk is dat nog niet. En ja, zo verlegen lijkt je me ook niet. Oh nee, helemaal niet. Nee, maar je moet zeggen wat Sandra, je mailde is gebaseerd op, zeker, ik word heel vaak gevraagd om te komen praten over het feit dat ik vrouw ben, en toen nog 36 en nu 37. En dat ben ik zo beu. Ja. Ik praat heel graag over bandenstem. Ik praat heel graag over het vak. Maar ik vind het niet zo interessant om over mezelf te praten. Dus ik hou interviewverzoeken over, goh, je bent vrouw als het alleen daarover gaat en je bent 37, die hou ik af. Ja, dat is waar. Maar goed, op het moment dat het over bende stem... Dat heb ik gelukkig niet gedaan. Nee. Maar op het moment dat het over bende stem gaat, dan ben ik overal heel erg graag. Nee, maar ik dacht, iedereen wil natuurlijk van alles over het liefdesleven weten. Een jonge vrouw, ik heb niet kunnen lezen in een interview dat je een gezin hebt of een... Nee, dat soort dingen, of dat een relatie. En dan willen dan worden de mannen natuurlijk heel... en word je misschien wel eens gestalkt? Gaat het
daar, of was dat... vertel even over, waar gingen die columns? Want waren die nou zo populair? Nou, die columns, maar dit is inmiddels al wel een tijd geleden, ja, hoor. Maar dat, ja, dus die columns, die verschenen iedere week in Intermediair. Dat was toen nog een printmagazine met een vrij grote oplage. En dat, die waren geschreven vanuit het perspectief van een high potential. Dus ik weet even niet meer hoe oud ze was in het boek, maar ik denk net zo ongeveer oud, ongeveer als ik zeg 5, 26. Dus iemand die grote ambities heeft, in een traineeclubje komt en vanaf daar gebeurt er van alles. En ik denk dat ik met die columns een juiste snaar heb geraakt. Ik denk dat ik toen geschreven heb over onderwerpen van waar in ieder geval de doelgroep van de intermediair, wat toen hoogopgeleide mensen waren, dat die wel herkenbaar waren. En het ging inderdaad over jaloezie. Wat als de ene collega net iets beter blijkt te zijn dan jij. En dat gaat ook over de top willen bereiken, maar er misschien net niet komen. Of het gaat ook heel erg over... loop je jezelf op een gegeven moment voorbij. Wat er in die columns gebeurt is... heel veel is er niet autobiografisch. Maar één ding is absoluut heel erg autobiografisch. Dat Nathalie en Hille op een gegeven moment... op een moment komen dat je beseft... het gaat niet om centen, het gaat niet om salaris... het gaat niet over bonussen in het leven. Het gaat er gewoon om dat je lekker in je vel zit... en dat je doet waar je zin in hebt... Ik ben nog iets... Nee, ik wil toch over dat schrijven. Ja. Je wilde iets creatiever doen. Ja, nou, precies. Hoe lang doe je over zo'n boek? Nou, het grappige is dat het eerste boek is, denk ik... dat is ongeveer 80 pagina's, dat is heel dun. En ik denk dat ik daar misschien wel 2-3 jaar over gedaan heb. Maar dat gaat natuurlijk altijd in fases. Oftewel, het eerste stuk, de helft, schreef ik in één keer. En toen legde ik een paar maanden weg. En toen weer eens nog een stukje, enzovoort, enzovoort. En het is natuurlijk 100.000 keer herschreven. En elke zin is omgedraaid. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Dus dat duurde eindeloos. En ik had ook geen enkel idee. Dus dat gebeurt, dat krijg je dan ook. Maar bij deze heb ik in ongeveer 3 maanden geschreven. Dus het is veel sneller. Maar je kunt Bruno dus ook ouder worden. Dus dat is ook het idee. Oh, dat is ook het idee. Ja. Dan wil ik het nog even over grote dromen hebben. Hè? Jouw grote droom, want we zijn bijna aan het eind van het programma gekomen. Die grote droom van jou was hoofdredacteur van de regionale krant. Maar een beetje ambitie, Hille, is toch hoofdredacteur van de NRC of van de Volkskrant? Of van, nee, joh, schei uit. Nee? Nee. Waarom niet? Nee, voor mij is mijn hart ligt bij de regionale journalistiek. En hoofdredacteur zijn van BN De Stem is voor mij het mooiste wat er is. Maar dat is niet... Wil je dat de rest van je leven gaan doen? Ik denk dat nooit... dit is geen functie die je de rest van je leven doet. En... Maar veel mensen vragen dat. Hè? Van, wil je dan niet landelijk? Maar dat is totaal niet zelfs. Nee, echt. Nou, dan neem ik dat aan. Ja. Wat is jouw grote droom, Victor? Ik heb geen grote droom, maar ik wil natuurlijk wel meer schrijven. Er zit een derde boek natuurlijk, zit nu in mijn hoofd. En ik wil hem wel, de hoofdpersoon, wel ouder laten worden. Dus ik vind het leuk om mee te groeien met hem. Ik heb ook nog het idee om een filmscript te gaan schrijven over deze verhalen. Dus dat zijn een beetje de plannen. Maar of ze worden verwezenlijkt, dat weet je nooit. Maar... Nee, maar dat is wel ontzettend leuk. Ja. Mensen moeten plannen hebben. Ja. He, want anders gebeurt er helemaal niks. Ik vond het bijzonder leuk om jullie in het programma te hebben. Ik ga het programma afronden, want er is alweer een uur voorbij. En misschien als ik het afgerond heb, en dan blijven we Peter en Jan nog iets bedacht hebben. Ja? Oké, okay. Dan kunnen jullie na het afronden gaan zingen. En wat gaan jullie dan zingen? Zolang de zon. Oh, heerlijk. Ik zou het wel willen. Tot zover deze aflevering van Meis op Zondag. En op zondag 13 november ben ik er weer. Maak er vandaag nog een mooie dag van. En tot de volgende keer. Dank je wel. Thank you.
Mijn hart gebroken. Mijn hart gebroken. Donker, somber. Donker en somber. Mijn hart gebroken. Mijn hart gebroken. Gij zag het, gij lachte, gij gaf het, jouw krachten. Tranen gaan drogen, mijn tranen gaan drogen. Zo mooi, zo lief, zo mooi en zo lief. Enkel jouw ogen, alleen al jouw ogen. Zo vrolijk, zo vriendelijk, onmiddellijk, onverbiddelijk. Zolang de zon boven zundert zal staan, zolang blijf ik bij jou. Zolang ze mij hier laten zijn, kijk ik, zie ik hoe rijk ik ben. Yeah.